De tweevoudige natuur van de christen. De schrift zegt dat iedere opnieuw geboren mens twee naturen bezit. De een die door de natuurlijke geboorte een natuurlijke oude natuur ontvangen heeft, die volkomen hopeloos slecht is. En een nieuwe natuur die hij bij de wedergeboorte ontvangen heeft, die de natuur van God zelf is en vandaar volkomen heilig, volkomen en goed. De volgende schriftplaatsen zullen voldoende bewijzen wat de Heilige Schrift van deze oude adamitische natuur denkt. We beginnen bij het Oude Testament in Psalm 51, vers 7. We lezen daar: zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. In ongerechtigheid zijn u en ik geboren. We lezen in het boek Jeremia, hoofdstuk 17, vers 9, het volgende. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen? Dat is uw en mijn hart, natuurlijk hart, zelfs nadat we opnieuw geboren zijn. We lezen in Romeinen hoofdstuk 3, vers 10 tot en met 12. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. God zegt niet dat niemand die niet opnieuw geboren is niet een goede opleiding zou kunnen hebben of voornaam zou kunnen zijn of niet geliefd zou kunnen worden of vrijgever zou zijn of barmhartig of zowel religieus zijn, maar zegt dat niemand gerecht is voor rechtvaardig voor God. God begrijpt of naar hem zoekt. Het is een van de moeilijkste geloofsbeproevingen die goddelijke begrip van de menselijke natuur te accepteren, te geloven dat daar uw en mijn geniale en moralisch hoogstaande natuur of vrienden, die niet zelden bijzonder wijs zijn in de uitoefening van hun plichten, die met sympathie het wel en wee van de mensheid proberen te regelen, volkomen Gods rechten verachten en volkomen onberoerd staan als het gaat om het offer, het enige ware offer van zijn zoon op het kruis van Golgotha. En die dan eigenlijk ook de godheid van deze Jezus Christus leugenen en zijn offer op het kruis leugenen. Een welopgevoede dame, een opgeleide dame, zou zich verontrusten van de ruwheid van haar medemensen beliegen. En de Bijbel zegt duidelijk dat zij toch God tot een leugenaar maakt als ze zegt dat ze geen zonde heeft, naar 1 Johannes 1 vers 10. En dit dilemma werd nog duizendmaal vergroot door de lofprijzing de laatste 100 plus jaar van de mensheid. De mens, de maat zou zijn aller dingen. Wat een absolute onzin is, want het heeft meer dan 2 miljoen oorlogsdoden voortgebracht. Door het internationaal communisme, socialisme, fascisme, nazisme en kartelkapitalisme. En hoe pakkend is dan de tegenstelling tussen schijn en werkelijkheid voor de zondvloed? Ook daar waren er reeds reuzen op de aarde, een gevolg van de kruising tussen de gevallen kinderen van God en de mensenkinderen en de mensendochter speciaal. En we lezen daar in Genesis hoofdstuk 6 vers 4. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. En die mannen van naam, die hebben als gevolg daarvan de hele aarde in de boosheid gestort. Vers 5 van Genesis 6. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten de allen dagen aanleenlijk boos was. En dat is de reden, vers 6, waarom het de Heer had berouwd
dat hij de mensen op de aarde gemaakt had en het smart hem aan zijn hart. Die toestand, die eigenlijk niet begint in Genesis 6, maar eigenlijk al begint in Genesis hoofdstuk 2 en 3, als de eerste mens zijn beeld van God verliest. En dat zien we als samenvatting in het geslachtsregister van Noach in Genesis hoofdstuk 5, vers 2. Man en vrouw schiep hij hen en zegende hen en noemde hun naam mens ten dage als zij geschapen werden. Dus de naam van Eva was mevrouw mens, mevrouw Adam. Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. En noemde zijn naam Seth. Het was niet meer het beeld van God, maar het beeld van Adam. Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde 900 jaar en 30 jaar en hij stierf. Het hele hoofdstuk wordt gekenmerkt door mensen die aan ons beeld geboren zijn. Ze sterven allemaal met zijn uitdaging van Henoch, een beeld van de gemeente die opgenomen wordt. En dat is nog altijd het geval tot op de dag van vandaag. Ook in de dagen van Jezus Christus. En de Zoon van God beschrijft het menselijke hart heel treffend als hij op aarde wandelt in Marcus hoofdstuk 7 vers 21 als volgt. Hij zeide: hetgeen uitgaat uit de mens, dat ontreinigt de mens. Want van binnenuit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen en doodslagen. Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hoverdij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. We zien daarnaast in 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 14. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. U heeft een geestelijk onderscheidingsvermogen nodig voor zijn ding. Als u niet opnieuw geboren bent, begrijpt u helemaal niets van deze prediking. We lezen in Romeinen hoofdstuk 8, vers 7 en vers 8. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Dus niet als u in het lichaam bent, maar als u in het vlees gezind bent, is het onmogelijk dat u God kunt behagen. Dat is een zaak die niet mogelijk is voor een natuurlijke mens zonder de geest van God. Efeze hoofdstuk 2 vers 3 zegt: onder welke wij ook alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en de gedachten. Wij waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de anderen. Dat was u en dat was ik van natuur. En door deze schriftreferenties schijnt het zo te zijn alsof de onbekeerde mens een drievoudig onvermogen heeft. Hij kan misschien begaafd zijn, een goede opleiding hebben, aangenaam, vrijgevig, religieus zelf zijn. Hij kan ook eerlijk zijn schulden betalen, trouw zijn, vlijtig zijn, een goede echtgenoot, een vader zijn. Al die deugden samengevoegd, is het geen slecht mens. Maar hij kan niet God gehoorzamen, not hem gevallen. En nog hem begrijpen. Hij is namelijk iemand die volkomen in het vlees leeft. De gelovige daartegen, hoewel hij nog altijd een oude natuur heeft, die onveranderlijk en onverbeterlijk is, die heeft toch een nieuwe natuur ontvangen in zijn lichaam door Jezus Christus, die naar God in gerechtigheid en heiligheid geschapen is. En de volgende referenties geven ook de oorsprong, het karakter van deze nieuwe mens weer. U zult eruit zien dat de nieuwe geboorte, de wedergeboorte, een schepping is. Niet een verandering, niet een iets brengen van iets nieuws, niet een verandering van het oude. Hoe je die menselijke natuur, zoals een normale mens bij de eerste geboorte van zijn biologische moeder natuurlijk ontvangt, zo ontvangt u als christen de goddelijke natuur door de wedergeboorte. Dat is ook wat de Heer Jezus zegt tot Nicodemus in Johannes hoofdstuk 3, vers 3. Daar zegt hij tot deze schriftgeleerde: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Dat zie je bij zijn wederkomst. Hoe wordt u dan opnieuw geboren? Naar Johannes 1 vers 12 en 13.
Zoveel hem aangenomen hebben, dat is Jezus Christus, het eeuwige woord, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Een aannemen van een persoon, het geloof van een persoon, Jezus Christus, geeft u de macht een kind Gods te worden. Dat bent u niet van nature, dat kunt u van nature worden. Ja, gij zijt alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus, volgens Galaten 3, vers 26. En die niet op te merken, als het gaat om deze schriftplaatsen, dat hier de volkomen onbijbelse idee tegengesproken wordt, die heden ten dagen populair is, de algemene vaderschap Gods en het algemene broederschap van de mensen. En deze zin is bijzonder gevaarlijk, waar het een halve waarheid omvat. Niet alle die geboren zijn, maar allen die opnieuw geboren zijn kinderen van God. En de Heilige Schrift zegt ons dat in het Adam was een zoon van God, Lucas 3, vers 38, maar had dat beeld Gods verloren, hebben we gezien in Genesis 5, vers 1, 2 en 3. En al zijn kinderen zijn naar het Adamsbeeld en Adamsgelijkenis gemaakt en daarom sterven ze ook alle. We zien in het Nieuwe Testament in Efeze hoofdstuk 4, vers 24. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom is iemand in Christus, dan is hij, zegt de schrift, een nieuwe creatuur. Pardon, schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En hij is geen schepping, hij is een schepsel. De schepping is in plaats bij de opname van de gemeente. En deze nieuwe mens is altijd met Jezus Christus verbonden. Galaten hoofdstuk 2, vers 19 en 20 zegt: ik ben door de wet der wet gestorven, omdat ik goden leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef doch. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Het is het geloof des Zoons van God. Het is Gods geloof in u. En laten we niet vergeten, hebben we een van de mooie geheimenissen, het zijn zeven stuk, die God in het Nieuwe Testament ons christenen openbaart. En een van die is Kolosse 1 vers 27 gegeven, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hij is in het lichaam van iedere opnieuw geboren geloven door zijn redding zijn verborgenheid en niet aan het geval had. Zeker niet bij een heiden in het Oude Testament. Kolosse hoofdstuk 3 vers 3 zegt: want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Christus is mijn leven. Leven, zegt Paulus in Filippen hoofdstuk 1 vers 21. Is hij ook uw leven? Dat is de nieuwe mens, de nieuwe natuur. Die uit van het gebed, getuigen, het woord van God, prediking. Om iets voor de Heer Jezus Christus te doen. Het gaat volkomen in tegen de wensen van de oude mens en de oude natuur. We betreffen de nieuwe natuur in Jezus Christus. In 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 4. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, omdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zou worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. U bent deelachtig geworden aan de goddelijke natuur. Dezelfde natuur die Christus had toen hij hier op aarde was. We lezen in Romeinen hoofdstuk 8 vers 10. Indien Christus in uw lijden is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. Hij zegt in Romeinen hoofdstuk 7 vers 18. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. En dan zegt hij drie versen later. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bij ligt. Daar ligt het grote probleem van iedere opnieuw geboren christen. We weten, dit is het getuigenis. God heeft ons het eeuwige leven gegeven. Het leven is in zijn zoon, wie de zoon van God heeft, die
heeft het leven en wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. En zelf Job, die toch heel rechtvaardig was en godsvrezend was, die zegt, ik doe boete in stof en as. Dat is zijn beschrijving van zijn eigen positie. Bijbelwaarheidsuur. Want nu, Daniel was ook een mens die God lief had en God vrezend was. En doch als hij de hoogbejaarde op de troon zag, naar nou Daniel hoofdstuk 7, vers 9 en 28. Zijn zijn gedachten hem verschrokken en werd hij lijkblind. Dat is, hij verschoot van aangezicht. Tussen deze beide naturen is er een gedurende strijd. Het beste om te doen is de verzen te lezen in Romeinen hoofdstuk 7, vers 14 tot en met 25, waarin de twee ikken elkaar bestrijden, de oude Saulus en de nieuwe Paulus. En het is deze strijd, deze innerlijke strijd, die een jong bekeerde heel snel in verwarring brengt en ontmoedigt. De eerste vreugde van de bekering, de eerste liefde, die wordt verkoud, die wordt koud eigenlijk, of wordt gedoofd. En de jong bekeerde die ontzet zich dat het oude vlees met zijn gewoonheden en zijn lusten in zich nog altijd hetzelfde is als voor zijn bekering. En hij kan zelfs zijn redding betwijfelen, zijn aanname bij God in Christus. Het is een tijd dat een grote moedeloosheid, een gevaar zou kunnen ontstaan. En Paulus beschrijft deze crisis na de verlossing en noemt dan zijn oude natuur een lichaam des doods. En de wet verscherpt zich nog deze kwaal bij een bekeerde man, een opnieuw geboren man. Doch hij vindt eigenlijk die verlossing voor het vlees niet door zijn eigen werken of bemoeien de wet te houden, maar door Jezus Christus onze Heer. Zoals hij zegt in Romeinen 7 vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. De tegenwoordigheid van het vlees is, doordat er geen verontschuldiging is voor een wandel in het vlees, wordt ons gezegd dat onze oude mens met Christus is gekruisigd. En dat we in die zin dood zijn en we worden vermaand. Ook een gedurende ervaring. Dat we onze leden doden die op de aarde zijn. De macht die nu ons gegeven is, is de persoon van de Heilige Geest die in iedere opnieuw geboren gelovige woont. Naar 1 Korinthe 6 vers 19. En zijn opgave is het om dat vlees voor gekruisigd te houden, voor dood te houden. En in die zin, te onderdrukken is eigenlijk niet het juiste woord, meer voor gekruisigd, voor dood te houden. En vandaar dat we in Galaten hoofdstuk 5, vers 16 en vers 17 lezen. Ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Deze staan tegen elkaar, al zodat gij niet doet hetgeen gij wildet. Er is iemand anders in u, dat oude vlees, wat door de vijand kan gebruikt worden om u weg te trekken van uw gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Romeinen 8 vers 13 zegt, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. In plaats door de aanspraken van de oude mens, de oude natuur, tegemoet te treden door wilskracht en goede besluiten, willen we de strijd door aan de inwonende Heilige Geest overgeven, dezelfde geest die Jezus Christus op aarde heeft geleid, als ook hem uit de doden heeft opgewekt. En het zevende hoofdstuk van de Romeinenbrief is een bericht van de strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens en is heel persoonlijk. Ik wil, ik doe het niet. Ik wil niet, ik doe het. Dat is eigenlijk een heel treurige belijdenis van een nederlaag die zo'n echo in heel veel christenharten heden ten dagen vindt. Maar in het achtste hoofdstuk gaat de kamp
verder. Maar wat is het heel onpersoonlijk? Is het geen kwaal meer? Strijd is ook tussen het vlees en het Heilige Geest, niet tussen het vlees en niet. Paulus heeft vrede en overwinning door Christus en zijn geest. Het is duidelijk dat dit de overwinning over het vlees betreft. Dat is het innere verlangen naar het boze, naar de lust, de trots, het slechte en de aanvechtingen van buiten die overwonnen dienen te worden in een toevlucht tot de Heer Jezus Christus, onze hoge priester. En vandaar willen we nog een paar versen nemen om te beëindigen. En wederom willen we een paar versen uit Romeinen nemen. Romeinen hoofdstuk 6, vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruist is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat we niet meer de zonde dienen. Vers 11. Alzo ook gelieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar God levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfs lichaams. En stelt u lieden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een goden als uit de doden levend geworden zijnde en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Romeinen hoofdstuk 8 vers 12. Zo dan broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Het vlees heeft u genoeg vervelende ergerlijke zaken toebereid in uw leven. Romeinen hoofdstuk 13, vers 14. Maar doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dat is een opdracht die de Heer ons hier duidelijk geeft. Ik wil graag afsluiten met twee versen uit Filippen. Filippen 3, vers 3. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen of vertrouwen. Hij alleen kan ons in onze praktische wandel helpen recht te wandelen. En uiteindelijk in Kolossen hoofdstuk 3, vers 3. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dat is het allerbelangrijkste om te bedenken. Ik hoop dat u wat geholpen heeft om het onderscheid te zien tussen de tweevoudige natuur van de christen.